Yo, kijkers en welkom terug bij weer een nieuwe UFC. Ik heb geen idee wat er nou eigenlijk gaat gebeuren, dus we gaan gewoon verder. We zijn in een team gekomen van Cruz en dit is dus onze volgende matchup. Dat krijgen we nou dus te zien. Looks like Coach Faber wanted you to face their guy. Go and prove to them it was a mistake. Oké. Wat moeten we nou maar doen? Gaan we gewoon direct naar het gevecht of gaan we nog eerst trainen of... Want je moet je vechter als het ware ook kunnen... Ja. The heavy bag, oké. Work on your boxing. Nou, dan gaan we dat doen. We moeten dus nog gewoon trainen. Ik neem jullie even mee door deze eerste paar trainingssessies. Lange niet door allemaal, want dat gaat denk ik saai worden. Maar zo krijgen jullie ook een beetje het idee hoe deze game in elkaar zit. Dus vandaar dat ik het nou wel doe. Nou, het is dus daadwerkelijk echt een carrière waar je vechter. Je moet hem gewoon verbeteren door te trainen, door de combos uit te voeren die daar staan. En het is op zich aardig aardig logisch allemaal. Het staat er duidelijk aangegeven wat je moet doen. Soms uit automatisme heb ik in ieder geval. Doe ik een andere combo dan de bedoeling is. Maar ja, misschien ben ik gewoon een mogol daarmee. Dat ik gewoon een noob ben. Maar dit is dus allemaal een beetje de bedoeling. Dus dat is wat chill. En ik praat misschien een beetje raar met tussenstops. Dan komt het al af en toe een beetje van die echte beelden in de game springen. Die ik eruit moet knippen. Anders krijg ik copyright gezeur. Dus vandaar dat ik misschien een beetje raar klink zo nu. En dan dat ik het tussenstop hou. Oké, we gaan clinchen. Alright. Gewoon vastpakken en loslaten is het nu. Dit moesten we ook doen voordat we überhaupt de elimination match deden. Dus het is wel een beetje dubbel op nu. Maar het zouden we allemaal bijhouden. Bijhouden, bijhoren. Zo, dat is weer een sessie door. Advanced stand-up. Nou, dit is eentje die ik volgens mij nog niet ken. Oh. Wat is de bedoeling? Volgens mij moeten we dus gewoon een beetje... Ja, we moeten gewoon verdedigen. Oké. Aardig logisch allemaal. Hij valt ons alleen niet echt aan. Of ligt het aan mij? Nou, op zich, als je gewoon R2 inhoudt, de knop... Op PlayStation, wat het op Xbox zal zijn, weet ik niet. Maar R2 op PlayStation is dus gewoon verdedigen. En, ja. Je kan nog met je extra knoppen van vierkantje, kruisje en zo, kan je nog ontwijken. Maar dat timen is lastiger dan je zal denken. Dus dat vind ik, dat is mijn mening. Hoef je niet te delen natuurlijk, maar ik vind dat nog knap lastig om alles een beetje goed te timen. Maar ja, het hoeft ook niet makkelijk te zijn. En is de verdedigingssessie ook compleet. We hebben ook een black belt. Gaat allemaal prima. Niks mis mee. Oké, en dan hebben we 195 punten zie ik daar. Wat kunnen we met die punten? Daar kunnen we... Ah! Kijk, dit is wat ik graag zie. Ik vond sowieso dat we te sloom waren. Dus ik wil dit sowieso opkrikken. De kick speed en punch speed. Als ik dit dan... Oké. Oh, de kickspeed is duur, jongens. Kickspeed is duur, maar dan wil ik toch 45 hebben. Of nee, laat dan maar zitten. Dan noemen we dit gewoon. Zo, en dan hebben we nog 13 punten. Kunnen we daar iets mee? Een power, left hand power. Right hand power is aardig goedkoop. Zo. En dat is het enige wat we nou kunnen doen. Oké, dit heeft dus een puntsysteem om... je attributen te verbeteren. Zo te zien kan je ook nog moves. Ik denk leren. Weet ik veel puntjes. Oh, dat kost ook gewoon punten. Krijg nou wat. En dan... Ja, ik heb nou de punten niet. Dus ik kan niet laten zien hoe dit werkt. Nou, dan komen we daar de volgende keer achter. Tof. Dan... Advance. Save changes, yes. Oké.
Nou, zo'n trainingssessie is dus niet al te lastig op zich. Het is bij deze dingen. We zullen wel iedere keer andere sessies doen. Maar jullie hebben nou een idee gekregen van hoe die trainingssessies in zijn werk gaan. Misschien dat ik er nog eentje opneem. Hangt er vanaf of jullie dat willen of niet. Of dat jullie alle trainingssessies willen zien. Laat het desnoods achter. Lijkt mij een beetje overbodig, al die trainingssessies. Want de match is waar het om gaat. Wat ik wel natuurlijk laat zien is welke attributen ik verbeter en als ik moves ga leren. Dat lijkt me wel dan logische dingen om. Here we go! Onze eerste match voor Team Kroes. Nou, we moeten dus onze matches winnen om ons te kwalificeren voor de UFC. En dat is toch wel het doel. Daar heb je onze character. Nou, Matthew Cantrell. Let's go, let's go. De scheids is gereed. Wij zijn gereed. We zijn dus wat sneller. Of we daar ook al echt verschil in gaan merken, dat is de volgende natuurlijk. We hebben al wel goede schoten naar zijn hoofd, hoor, want hij verdedigde daar gewoon niet. Gaan we nog een keer. Kijk, hij verdedigt zijn hoofd niet. Wij ook niet, maar. Laat hem maar even komen. Kijk, en nou zijn wij. Het gaat nog steeds heel slom, dus we moeten nog steeds wel wat meer snelheid hebben. Oh, hij ontwijkt daar mooi. Kom op. Kunnen we dit verdedigen? Nee, dat kunnen we niet. Oh, wat een slam. En ik hou niet van clinches. Ik hou niet van grondwerk. Ik wil nu zo gauw mogelijk alweer van me af hebben. Alleen hij heeft zo te zien een aardig. Komen we hier uit? Ja, daar komen we. Oké. Oké, we moeten hem gewoon zien te punchen. Kijk, daar hadden we hem weer. We hebben hem wel een aantal keer raken, hoor. Alleen we hebben nog. Oh, wat een stoot. En dat moeten we nog een keer. Is die knockout? Is die. Nee, dat is die niet. Kapitaliseren. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Het is over. TKO. Een goede stoot. Om hem neer te halen en dan het gewoon afmaken. De eerste winst is binnen. Dat was makkelijker dan ik had verwacht. Zien we de herhaling. Bam. Hij was nog dizzy, dus hij verdedigde zich niet. En dan maak ik het gewoon simpel af. Easy. Nou, dan juichen we even. En dan hijst de scheids hier onze arm op. Goeie match. Of, nou ja, goede match. Simpele match. Goede match voor mij dat wel. Niet echt een interessant om te kijken, denk ik. Want het was wel heel makkelijk toen we hem eenmaal hadden. Toen hij neerging, was het ook al gelijk over. Congratulations on your opening round tournament win. Nice. Het is inderdaad een tournament. Zien we hier eliminatierondes dan? Ik ga ervan uit dat de volgende dan van de tegenstander green gaat worden, denk ik. Maar we zullen zien. We zullen zien. Return to the gym. Onze volgende match wordt dan kwartfinale, zag ik. De quarterfinals. En dat wordt Joseph Barber. Here's the opponent we chose for you. We have a feeling this match will help out Team Cruz. Oké, en we gaan deze match ook al gewoon doen, deze aflevering. Want we zijn al niet eens zo heel lang bezig. En dan zullen we al eerst weer trainen. Doen we de tweede trainingssessie, ga ik gewoon ook opnemen. Om te zien of er variatie zit in de trainingssessies die we moeten afleggen. Dat is ook wel. Oké, control work on controlling an opponent in the clinch. Ah, dit vind ik wel handig. Hier ben ik echt namelijk super slecht in. De trainingssessies variëren dus wel degelijk. Oké, nou moeten we hem gewoon een beetje slepen. Nemen we aan dat we hem tegen een hoek moeten douwen. Dan draaien we nou heel erg verkeerd. Ja, huppakee. Dat was de bedoeling. Ik wist het. Zo. En dan wat vonden. Work on your ground game. Ja, dat vind ik ook een goeie. Daar ben ik ook ontzettend slecht in. Defending submissions. Ja, dat vind ik prima. Oké, wat moeten we doen? Oh ja, hier moet je gewoon zo uitbreken. Door je pookje naar een van de hoeken te bewegen. Als die dan het uiteinde van de hoek bereikt. Dan breek je eruit.
Dat gebeurt niet altijd. Zo te zien nou nog wel. Nou, dat was een easy. Ging dus goed. Maar dat kan soms pittig lastig zijn. Work on your wrestling. Ah, takedowns. Dit zijn basis takedowns. Deze kende ik al. Maar ik hoop dat we wat geavanceerdere takedowns gaan halen. Zoals mooie slams en shit. Want dat is zo gruwelijk om te kunnen doen in de MMA. In de UFC. Zo. So. Nou, blijkbaar alleen deze takedown leren. Beetje jammer. Maar het is tof dat ze alles wel variëren. Dat je meerdere trainingen moet afleggen. En je moet ze ook gewoon goed afleggen. Om punten te halen. Dus dat is wel tof. Kunnen we hier dus weer attributen verbeteren. En dan gaan we voor nog wat meer speed. 55, dat vind ik een goeie. En de kick speed mag ook omhoog. 46, oké. Okay. Waarom doe ik zoveel op punch speed? Dan wil ik gauw naar 60 brengen, minimaal. Want ik doe heel veel aan slaan, sowieso. Ik hou van knockouts. Safe changes, jazeker. En dit is toch wel een leuk systeem, zo. Het is duidelijk hoe je moet trainen, hoe alles werkt. En dan gaan we nu door naar de quarterfinal match. En dan gaan we, daar is onze tegenstander. Joseph Barber. Ah, hij zag er op het plaatje toch wat gevaarlijker uit. En dan komen wij er weer aan. Wij zien er totaal niet gevaarlijk uit, maar vergis je niet hoor. Oh. Hij heeft er wel zin in, kijk hem lopen. Walking like a boss. Rick Nachtra tegen Joseph Barber, hij is groter dan... Here we go, de scheidsrechtergevecht weer klaar. Kunnen we weer een knockout krijgen? In de eerste ronde. Oh, zo te zien. Is hij ook wel een vechtertje? Verdedig. Counter. Ik moet ook gaan werken aan mijn stamina, zo te zien. Want ik word gauw moe. Oh, daar hadden we hem wel een keer goed raak. We counteren. Deze trainingmatches zullen ook wel gewoon niet veel voorstellen, hoor. Deze oefenmatches. Als we eenmaal in de UFC komen... Dan zal het waarschijnlijk al een stuk lastiger gaan. Oh, daar ontweekt hij hem gauw. Damn, son. We verdedigen. Kom op. Hij verdedigt ook goed. Gaat redelijk gelijk op, vind ik. We moeten... Oh, daar heeft hij ons wel geraakt met de trap. Kom op. No, 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 no. Oh, daar gaan we weer. Oei, 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 ik haat dit. Tijd om hier weer zo snel mogelijk uit te werken. Oh, dit is een rotpositie. Nou kunnen we eruit komen, waarschijnlijk. Ja, kijk. Goed verdedigd. Een beetje afstand houden. Missen we hem net. Raakt hij ons met de trap? Hij doet het wat beter dan ons, vind ik zelf. Oh, dat was een flinke linkse hoek. No, niet weer, niet weer. Kom op, verdedig. Nee, 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 nee. Oh, crap. Hij heeft wel zijn hele linkerkant van zijn gezicht open. Dat zag ik net toevallig. Dan moeten we hier weer uitwerken. En dat gaat ook wel lukken zo te zien. Kom op. Juist, alleen we zijn weer helemaal kapot omdat we eruit moeten werken. Dan wordt het onze gozer moe van zo te zien. Dat geeft hem eens ongelijk. Kom op. Oh, hij ontwijkt wel goed. Jezus Christus. Oh, dat was een goede linkse. Hij verdedigt zijn linkerkant bijna. Niet weer, niet weer, niet weer. Nee. Oké, okay, hij gaat opeens graag naar de grond. Het is heel naar. Maar we kunnen er waarschijnlijk al wel uitkomen. Ga ik vanuit? Ja, kijk. Hij is een wilde gozer, man. Sowieso wel wat lastiger dan de vorige. Want hij haalt ons vaker naar de grond toe. Takedown defense wordt dus ook wel iets om op te gaan trainen.
En op een gegeven moment natuurlijk ook wat takedown offense. Het is ook handig als we zelf die geintjes kunnen uithalen. Maar dan gaan we weer. Alweer. En hij heeft ons oogje iets geraakt. Maar hoe is de schade bij hem? Laten we eens kijken. Krijgen we dat ook te zien? Zo te zien niet. Tweede ronde. Ik wil hem gewoon neerhalen nu. Moet gewoon tempo maken nu. Kijk. Oké, hij is ons nu aardig aan het taggen. Nee, niet, godverre. Oh, dat is verdedigd. Weg ermee. Ik moet hem alleen een keer goed raken, zodat we het gewoon af kunnen maken. Hij blijft alleen heel dicht op ons. Daar hou ik niet van. Oh, dan komen ze wat tegen de kooi aan. Oké, daar hebben we hem. We hebben denk ik een opening. We hebben een opening. Oh, hij gaat neer. Kapitaliseren. Nee, dit gaat hem niet worden. Ga er maar gauw vanaf. Laat hem opstaan. Oké, we moeten even wat stamina erbij halen, want we kunnen bijna geen moer meer uitvoeren. Oké, nou kunnen we weer. Alleen hij is al aardig genezen. Oh, krijgen wij een flinke trap tegen onze smiezen. Kom op. We kunnen dit... Oh, wat een stoot! Hey, nee. Hou hem tegen, dit mag nu niet gebeuren. We hadden hem flink geraakt. En dan verpesten we het door weer neergehaald te worden. Dan moeten we hier weer uitwerken. Wat wel kan. Nee, niks ervan. Laat ons gaan, ouwe. Zo. Kom op. Oh shit. Heeft hij ons even? We kunnen geen... Fuck! Sta op, sta op. Nee. Sta op, ouwe. No, we zijn oud. What the fuck, hoe deed hij dat nou weer? En zo verliezen we onze kwartfinale match. Holy shit, wat een trap. Het punt is, als je dizzy bent, dan wil je character je zijn armen niet omhoog houden, lijkt het wel. Of dat ligt aan mij, misschien faal ik gewoon, maar... Wel een goede match. Maar hij heeft gewonnen. Helaas. Dat is wel een kut. Wat krijgen we nou? Rematch of continue. Nou, we gaan niet rematchen. Zo ben ik dan niet. Ik bedoel, hel. Een verlies hoort er gewoon bij, joh. Rematchen faalt. Een verlies. We hebben nog een lange carrière te gaan. Dus zo'n verlies kunnen we best nog een keertje handelen. Ik bedank jullie bij deze wel voor het kijken naar deze UFC aflevering. Mocht je het leuk hebben gevonden, laat dan een like achter of laat een like achter voor de steun. Of niet, die keuze is altijd aan jullie zelf. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Tot de volgende video weer. Laters.